De Waardenborg is een middelbare school in Goor. De dreigberichten van de leerling werden gisteravond op Facebook en Twitter ontdekt. De jongen werd onmiddellijk door de politie aangehouden en zit nog altijd vast. Na zijn aanhouding werd een woning doorzocht en zaken in beslag genomen. De kwestie wordt door de schoolleiding hoog opgenomen. Bedreiging in het algemeen. Daar laat ik me verder niet op uit, omdat dat mogelijkwijs het onderzoek van de politie nog dwarsboomt. Er waren dreigementen dat hij medeleerlingen zou willen doodschieten. Dat is niet wat ik gehoord heb, maar het zou kunnen, want we hebben niet alles gezien. Via de sociale media. Scholen in Overijssel hebben een protocol dat ze uit de kast kunnen halen op het moment dat zich deze situatie voordoet. Bedreigingen via Facebook of Twitter. Aanvankelijk werd de oproep van de leerling afgedaan als een schreeuw om aandacht. Totdat er iets anders gebeurde. Het woordje dodenlijst had de leerling gebruikt. Leg dat eens uit. Weet ik niet wat hij daarmee bedoelt. Maar toch was voor u aanleiding om die politie te bellen. Ja, klopt. Maar waarom dan? Als u niet weet wat je daarmee bedoelt, hoef je ook de politie niet te bellen. Nou, omdat dit uitingen zijn die een normale leerling van 15 jaar niet doet in het algemeen. Dus wij vonden het dermate bedreigend voor de school dat we meenden toch de politie op de hoogte moeten stellen. Bent u hiervan geschrokken? Waar ik heel erg van geschrokken ben, maar aan de andere kant ook niet van opkijk, is dat het via de sociale media zo'n enorm sneeuwbaleffect heeft, wat je niet meer in de hand hebt, wat je niet meer tegen kunt gaan. Hij moet natuurlijk ook wel zelf, als dat mogelijk is, weer een veilige situatie hier op school in terug kunnen keren. Kom op zeg, die jongen die uit dreigementen, die wil aan medeleerlingen doodschieten. En u zegt als directeur, we moeten een veilige situatie creëren. Kom op. Voor iedereen. Dus ook voor deze leerling.